Een plek waar jonge rebelse meiden zich artistiek kunnen uitleven. Dat is wat Kunstcentrum Vrijdag tijdens de herfstvakantie organiseert. Van maandag tot en met zaterdag werken de deelnemers met verschillende artiesten samen. Wat resulteert in bijvoorbeeld muurschilderingen, dansvoorstellingen en muziek. De vrouwelijke kunstzinnige blik verdient een spotlight, vindt de organisatie. Mensen in de kunsten zijn heel vaak man. Dus bijvoorbeeld een regisseur of een schrijver. Er zijn ook nu schrijvers die erg opstaan. Van alles en nog wat wordt vanuit een mannelijk perspectief belicht. En dat is niet per se beter of slechter, maar het is wel echt een beduidend verschil of je iets vanuit een mannenvisie benadrukt of vanuit een vrouwenvisie. Dus er wordt heel veel bepaald door de mannen zelf zonder dat we het doorhebben, wat echt wel invloed heeft op wat we zien en hoe dat beleefd wordt. En dat moet maar eens afgelopen zijn. Wat is rebel zijn voor jou? Ik denk durven om ruimte in te nemen in plekken waar misschien je soms een beetje klein voelt. Vrijdag focust voor dit evenement specifiek op meisjes tussen de 13 en 20 jaar oud. En dat heeft een reden. Het is natuurlijk een jonge doelgroep die echt in de bloei van hun leven heel erg opgesloten heeft gezeten. Waarvan wij denken, ja, maar dat zijn juist de vrouwen die we moeten horen. Weet je, ga naar buiten, maak contact. En het is niet zo goed gesteld met de mentale gezondheid van jongeren. Die is echt afgelopen 4 jaar heel erg verslechterd. En het is gewoon bewezen dat dat omgaan met kunst en cultuur en dat daarin beoefenen en de mogelijkheden daardoor weer zien, dat echt effect heeft op mentale gezondheid. Maar wat houdt rebel zijn eigenlijk in? Rebel zijn is in die zin staat voor het jezelf in de spotlight durven zetten. En dat wil niet zeggen letterlijk in de spotlight, maar het kan ook zijn je verhaal optekenen, je verhaal zichtbaar maken, voor je verhaal durven uitkomen. En dat kan ook in stilte. Je kan ook je eigen stilte of je zachtheid omarmen. Het kan ook met luid protest. Het kan alles zijn, maar durf te er te zijn eigenlijk, is dat wat het is. Voel je jezelf ook een rebel? Ja, zo, ja. Ja, vooral omdat we ook muren gaan beschilderen en zo, dat is wel cool, ja. Ja, ik voel me ook een rebel. Waarom voel jij je rebel? Ik weet niet eigenlijk, maar gewoon, ik voel het.